vanmorgen vroeg. De gebruikelijke drukte voor knooppunt Hoevelaken uit de richting Zwolle. Bewoners van de wijk Vathorst kennen het knelpunt maar al te goed. Alle mensen die nu naar Vathorst willen of moeten, die moeten nu nog via knooppunt Hoevelaken. Maar die kunnen straks deze weg nemen. En dat is ideaal voor die mensen. Dat is het goede nieuws van vandaag. Maar toch zijn ze er in Vathorst niet helemaal gerust op. Deze auto's staan allemaal te wachten voor knooppunt Hoevelaken om naar Amsterdam te gaan. En als hier een mooie sluiperroute is van 4 kilometer, zullen ze die zeker wel nemen, denk ik. Tot vandaag had de wijk Vathorst geen eigen afrit op de A28. Al het verkeer moest via het drukke knooppunt Hoevelaken naar afslag Amersfoort Noord op de A1. Daar komt met de nieuwe afslag Vathorst-Korlaar op de A28 verandering in. De wijk wordt voor bewoners een stuk makkelijker bereikbaar op deze manier. Maar de bewoners maken zich intussen wel zorgen. Ze hebben afgelopen jaar een hele mooie geluidswal gemaakt van 7 meter hoogte om het dorp te ontzien tegen de overlast van de snelweg. Nu komt een heleboel verkeer vanaf de snelweg aan deze kant van de geluidswal langs. En dan heb je de drukte ineens in de wijk in plaats van op de snelweg. Toch denkt de Amersfoortse wethouder Luchtenveld, die vandaag bij de feestelijke opening is van de afslag, niet dat het zo'n vaart zal lopen. Dus ik denk dat over het algemeen mensen toch gewoon de borden zullen volgen en dan misschien even kort in de file gaan staan. Alleen als het echt helemaal dicht staan, ja, dan zul je misschien zien dat mensen al eerder de Rijksweg gaan verlaten. En dus wordt minister Eurlings ingezet om met een prachtige racewagen de afslag officieel te openen. Eerst een beetje oefenen nog. En de bewoners van Vathorst kunnen niks anders dan hopen op de steun van de gemeente. We hebben iets gedaan aan de afstelling van het verkeerslicht bij de Laakschool. Zodat er minder doorstroming is. Men komt vele rotondes tegen. Dus het is niet zo'n aantrekkelijke route. En dan mag de minister eindelijk zijn rondje rijden.